We zien dat de zorgconsumptie afneemt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis hier in Dordrecht mag zich weer een jaar lang het beste ziekenhuis van Nederland noemen. Het ziekenhuis eindigde op de eerste plaats van de ziekenhuis AD Top 100. In het 11-jarig bestaan is het niet eerder voorgekomen dat het ziekenhuis 2 jaar lang op de eerste plaats staat. Tijd voor een gesprek met bestuursvoorzitter Pier Eringa. Meneer Eringa, we staan hier in het kunstwerk van Gerard Lenting. Ja. Een kunstwerk. Zo is het. Maar het is ook een hele kunst om tot 2 keer toe eerste te worden in de AD ziekenhuis Top 100. Daarmee van harte gefeliciteerd. Erg bedankt. Ja, ik weet niet of het komt door een kunstwerk, maar kunst inspireert ons ook wel weer. Nee, we zijn hartstikke blij dat we weer op de eerste plek zijn gekomen. Vorig jaar heeft mijn collega volgens mij ook al een beetje voorspeld dat we wel in de top 5 zouden komen. Nou, ik voorspel nu voor volgend jaar alvast dat we ook weer in de top 5 komen. Omdat in het ziekenhuis veel goede dingen gebeuren en omdat we ook wel wat kunnen samen. Zullen we eens dat ziekenhuis ingaan? Ik vind het een prima idee. Nou. Zo, hier staan we dan in de hal van het ziekenhuis. Ja. Mag ik eens vragen, wat was uw eerste reactie toen u het goede nieuws vernam? Weer eerste. Ja, weer trots. Maar dan ook wel net iets meer trots dan vorig jaar. Hè? Ja. Er waren ook mensen hier die hadden zoiets van, is het toch niet een toevalstreffer? En ik vond van niet. Omdat we van plek 50 naar 27, 9, vorig jaar op 1. Ja, dan hoor je eigenlijk wel een beetje in die bovenste regionen. Maar dan op plek 1 was wel voor ons ook een grote verrassing. En we zijn hartstikke blij mee. Ja, want nou zei de heer Tax vorig jaar. Ja. Ik vroeg aan hem van, hoe gaat u dat doen? Hè? Hoe gaat u deze plek consolideren? Ja. En hij zei van, ja, door nog meer naar andere ziekenhuizen te kijken. Hebt u dat gedaan het afgelopen jaar? Nou, we kijken naar andere ziekenhuizen om te bezien ook op de indicatoren waar het Algemeen Dagblad gebruik van maakt. 33 indicatoren? Ja, van wat hebben andere ziekenhuizen erop gedaan en hoe kan het dat zij op dat punt misschien wel beter hebben gescoord dan wij. En we hebben ook gekeken naar waar we goed in zijn en hoe we dat ook kunnen vasthouden. Dus even ook voor uw beeld. We zijn nu alweer bezig met de top 100 van volgend jaar, want nu al hebben we weer die indicatoren van het Algemeen Dagblad bekeken. Ja. Om te bezien van waar zitten onze sterke punten, waar kan het nog beter, om volgend jaar weer goed uit te komen. En dat doe je niet alleen voor de Algemeen Dagblad top 100. Nee. Uiteindelijk is het natuurlijk de patiënt die daarvan profiteert, want we willen gewoon kwaliteit leveren. Ja, toen ik het nieuws vernam, was mijn eerste gedachte ging uit naar al die mensen die hier werken op de spoedeisende hulp, de polyklinieken. Ja. Ja. Die dagelijks het Albert Schweitzer ziekenhuis dat gezicht geven. Zo is het. En dat zijn er ongeveer 4800. 4000 mensen in de ziekenhuisfuncties betaald. En we hebben nog 800 vrijwilligers. Dus ook straks in de hal zult u zien, daar lopen ook vrijwilligers rond. Er zijn veel vrijwilligers die rijden rond met bedden door het ziekenhuis. Of die bezorgen bloemen. Dus het is voor een belangrijk deel de verdienste van de mensen van het ziekenhuis. Misschien wel voor het belangrijkste deel, maar ook die vrijwilligers die dragen daar enorm mee bij. Nou, en wat u ook zegt, één iemand kan hier ook het verschil maken. Ja. Als je nu even kijkt naar die ebola-patiënt, althans de verdachte die wij hadden. Afgelopen zaterdag. Ja. Als iemand daar alert is en het goed doet, dan doen we het als heel ziekenhuis heel goed. Ja. Maar als daar iemand de verkeerde dingen doet en niet het protocol volgt of het doet zoals wij graag willen dat het gedaan wordt, ja, dan kom je ook zomaar in een hele andere situatie. Dus het is inderdaad in een ziekenhuis zo. Ik heb ook intern gezegd, het is een soort ingewikkeld uurwerk met heel veel radertjes, grote raders, kleine radertjes. En die moeten allemaal in elkaar passen en iedereen moet het daar goed doen. Ja, nou bent u als ziekenhuis ook voor openheid en transparantie. Ja. Maar nou zegt minister Schippers, ik vind dat die ziekenhuizen nog meer transparantie moeten betrachten. Ze moeten nog meer gegevens openbaar maken. Ja. Sterftecijfers bijvoorbeeld, hoe kijkt u daar tegenaan? Een pijnlijk onderwerp. Want niet alle ziekenhuizen willen dat namelijk doen. Want een hoog sterftecijfer betekent een slecht imago.
Ja, ik ben voor zoveel mogelijk transparant maken, want naarmate je meer dingen transparant maakt, krijg je ook een breder beeld en een zorgvuldiger beeld. En sterftecijfers is maar één getal, want wat zegt een sterftecijfer? Zegt dat iets over de kwaliteit van het ziekenhuis of zegt dat iets over de soort patiënten die je krijgt? Want wij lopen natuurlijk als goed ziekenhuis het risico dat mensen die misschien wel heel slecht zijn, denken van ik heb een aandoening die is heel kritiek. Ik zoek een ziekenhuis waar ik veel van verwacht. En dat we dus een populatie patiënten aan gaan trekken waarbij het sterfterisico ook hoger is. Dus ja, want naarmate je beter wordt, loop je ook het risico zwaardere patiënten te krijgen. Dat je zwakkere broeders aantrekt. En dat daardoor jouw sterftecijfer omhoog gaat. En dus je moet ook zo'n getal van zo'n sterftecijfer moet je goed kunnen beoordelen. En daarom ben ik er ook voor dat er meer cijfers en meer indicatoren openbaar worden, want dan kun je op de hele breedte kun je kijken hoe zo'n ziekenhuis het doet. Ja, u gaat haast in de verdediging, als ik het zo mag zeggen, als we het hebben over de sterftecijfer. Dat is een beetje een pijnplek, of niet? Nee, helemaal niet. Ja, want uw vraag was, bent u voor of tegen transparantie? Moet er niet nog meer transparant worden? U wilt meer transparantie? Ik wil meer transparant. Dus niet alleen de sterftecijfers, maar ook andere cijfers die we nog veel meer... Om een totaalbeeld te hebben. Om een zorgvuldig totaalbeeld te krijgen. Want wat jij de patiënt ook niet gunt, dat hij zich blind staart op één indicator en denkt van dat zegt of een ziekenhuis heel goed is of heel slecht. En wat ik de patiënt gun, dat hij een breed zicht krijgt op wat hier in het ziekenhuis gebeurt en hoe goed wij dat doen. En daar willen wij ons ook graag meten met andere ziekenhuizen. Is dat misschien ook de schaduwzijde van het nummer 1 zijn, dat u onder een vergrootglas ligt? Ja, maar dat vind ik nou net weer leuk, hè? Wij liggen onder een vergrootglas en dat betekent dat je ook intern kunt zeggen, beste mensen, we staan nu 2 keer op 1. Het kan niet zo zijn dat we volgend jaar kukelen naar plek 20. En adel verplicht, bij het spelen in de eredivisie, linkerrijtje bovenaan, hoort ook dat we kwaliteit leveren. Dus je zou kunnen zeggen, het komen op zo'n hoge plek maakt ook dat je intern zegt, we moeten de schouders eronder zetten. Want wij zijn goed, dat weten we ook. We kunnen dingen nog beter doen. En we kunnen ons niet veroorloven dat we een vrije vlucht naar beneden maken. Mag ik die eens doorpakken? Want dat betekent tegelijkertijd dat u hebt ooit gezegd van, en u moet maar corrigeren als het niet zo is, aan het begin van uw aanstelling van, ik ben geen grote reorganisator. Ik wil hebben dat mensen het werk wat ze doen leuk vinden. Ja. Maar ik verlang tegelijkertijd van mijn mensen aanpassingsvermogen en flexibiliteit. U wil totaal voetbal. Ja. Dat vind ik dan mooi. Leg dat eens uit. Nou, met het reorganiseren. Ik ben geen grote reorganisator. Heb ik gezegd van, ik ben er niet zo voor om wilde ingrepen in de structuur te doen. Dat hebben we ook niet gedaan. Dus die is vrij stabiel gebleven in de afgelopen jaren. Want vaak gaat veel energie verloren aan reorganisaties, andere indelingen in de organisatie. Dat hebben we eigenlijk nauwelijks gedaan in de afgelopen 4,5 jaar. Wat ik wel belangrijk vind, is inderdaad wat u zegt, totaalvoetbal. Want een ziekenhuis is dus een samenspel van heel veel disciplines. We hebben 35 specialismen, we hebben de ondersteunende afdelingen en alles moet kloppen. Dus ik heb er niks aan als er één specialisme heel goed is en de andere specialisme is niet goed. Of ik heb er ook niks aan als dokters heel goed zijn, maar de ondersteunende afdelingen zijn niet goed. Dus het gaat om dat samenspel. In mijn vorige functie heb ik eens een keer de uitspraak gedaan, ik wil geen dirigent zijn van solisten. Dus je moet... Het samenspel maakt ook de kracht van het ziekenhuis. Samenspel in de top tussen raad van bestuur en stafbestuur. Samenspel tussen dokters en verpleegkundigen. Samenspel tussen ondersteunende afdelingen. Er lopen hier ook mensen in paarse shirts rond. Mensen van een facilitaire dienst. En die maken het ook mogelijk dat verpleegkundigen en dokters goed hun werk kunnen doen. Dus iedereen moet daarin zijn steentje bijdragen. U zegt in feite, kijk over je eigen schutting heen. Ja, en doe het samen met de anderen. Maar hoe zit dat dan, als u dat zo goed stelt, hè? Dat ben ik gelijk benieuwd. Hoe zit het dan met de medezeggenschap binnen een ziekenhuis als deze? Ja, ik heb gewerkt bij... Hoe gaat u daarmee om? Ik heb gewerkt bij NS en bij de politie. Die medezeggenschap die was complexer, kan ik u zeggen. Dus er is hier wel, vind ik, veel betrokkenheid en een cultuur van gedrevenheid bij dokters en bij dokters, specialisten en bij verpleegkundigen. En toch de gerichtheid op de patiënt. En natuurlijk kijkt men ook naar eigen belang.
en naar de eigen functie, maar de gerichtheid op de patiënt die vind ik toch wel indrukwekkend. En daar geniet ik ook van en daarom vind ik dit ook zo'n vreselijk leuke functie. Maar gaat uw betrokkenheid tot aan de koffieautomaat, om het maar zo te zeggen? Ja, zeker. En John Tax en ik, wij lopen ook zo nu dan in een wit pak rond. Dus we zijn ook niet, ik heb nu toevallig vandaag een stropdas om, maar heel vaak niet. Dan lopen we of in wit pak rond of in ieder geval spelen we niet de dikke directeur. Dus ik geloof ook niet in het concept van de dikke directeur die hoog gezeten op een tiende etage het vandaar allemaal bestuurt. We proberen ook in stijl, en daarin zijn we toch wel een beetje onorthodox en anders dan andere ziekenhuizen, ook rond te lopen in het ziekenhuis, mensen aan te spreken, aangesproken te worden om ook goed te voelen, los van de formele gezagsstructuur die je in zo'n ziekenhuis hebt, zelf ook aanvoelen wat gaat hier goed en wat kan hier beter. En dan vervolgens ook kijken of je daar iets mee kunt doen. Betrokkenheid tonen. Ja, ja. Ja, want je kunt natuurlijk moeilijk betrokkenheid vragen van je mensen die het contact hebben met de patiënt, als je zelf niet op dat punt voorbeeldgedrag toont. Ja. Dus ik geloof ook wel in voorbeeldgedrag. Nou zijn we hier bij de ingang. Ja. En zojuist vond er bij de ingang een leuke gelegenheid plaats. Alle medewerkers. Ja. Ja, ik heb er ook eentje gekregen. Van het Drechtstedenbestuur een museumkaart. Ja, en als blijk van waardering is het natuurlijk geweldig. Dus wij proberen ook ziekenhuis te zijn van deze regio. Heeft de verpleegkundige wel tijd om het museum te bezoeken? Zeker, want zij heeft net zoveel uren in de week als u en ik. En van die uren in de week besteed je een aantal uren aan je werk. En daarnaast heb je ook nog gewoon je vrije tijd. En wat is er nou mooier dan weer een beetje energie op te laden dan in de setting van het museum? Dus we zijn blij mee. Ik dacht dus door de werkdruk dat de verpleegkundige komt thuis, laat thuis de accu op en gaat vervolgens weer terug naar het ziekenhuis. Ja, maar veel verpleegkundigen. Ik chargeer hoor. Ja, zeker. Maar veel verpleegkundigen die werken natuurlijk ook in deeltijd. En je hebt je gezin. Maar ook als je hier voltijds werkt, op 36 of 38 uur. Ja. Dat is een belangrijk deel van de week, je werkweek. Maar ik gun iedereen toch ook wel een goede balans tussen werk en vrije tijd. Want mijn overtuiging is ook, als je alleen maar bezig bent met je werk, dan hou je dat niet heel lang vol. Dus de combinatie en de mix tussen werk en vrije tijd, je thuissituatie en je werksituatie moet gewoon goed zijn. Wat een huiselijk sfeertje trouwens. Nou ja. Hoe belangrijk is het voor een ziekenhuis? Een huiselijke sfeer? Ik vind het heel belangrijk, want we zijn, nou ja, vroeger heette ziekenhuizen ook wel gasthuizen. We zijn ook, naast ziekenhuis zijn we ook gasthuis voor veel patiënten en bezoekers. En dit is een initiatief wat we nu al een paar jaar doen. Overigens begonnen met een patiënt die zelf heel ziek was. Ja? En zag dat er nog een piano stond in de hal en vroeg of hij daar een keer op mocht spelen. En dat deed hij zo goed. Intussen is hij overleden, want hij was ook ernstig ziek. En toen hebben we gezegd, we gaan kijken of we een pool van pianisten kunnen krijgen die het leuk vinden om in de middagpauze hier piano te spelen. En het wordt enorm gewaardeerd door personeel, maar ook door gasten en bezoekers. En is ook een onderdeel van een ziekenhuis. Dus het gaat niet alleen om de AED-indicatoren. En het gaat niet alleen om hele harde dingen, maar ook de wat zachtere factoren van een beetje een sfeer te creëren in zo'n ziekenhuis die ook helpt om nog beter te worden. Ja. Ik pak nog even terug op het gesprek van vorig jaar. Toen zei de heer Tax, uw collega, van de ICT, nou die hebben we nog niet helemaal op orde. Ja. Terwijl u, bij het begin van uw aanstelling, was een enorme voorstander om die ICT helemaal op orde te krijgen, om die papieren romslomp voor verpleegkundigen te verminderen. Zo is het. Hoe is het daarmee gesteld vandaag de dag? Dat is nog steeds een punt waar de marge ter verbetering zit. Kijk, we hebben laatst nog een flinke storing gehad, maar dat lijkt te zitten in een persoonlijke fout. Maar wat goed gelukt is de afgelopen jaren, want er waren de dokters heel kritisch op dat het systeem regelmatig het niet afweten, dat is intussen wel opgelost. Maar we staan nog voor een zware beslissing, een grote keus die we tussen nu en een paar maanden maken om te komen tot een elektronisch patiëntendossier. En als we dat gaan invoeren, en dat zal tussen nu en een jaar zal het zijn, dan kunnen we echt grote stappen maken om het werk voor de verpleegkundige en voor de dokter nog prettiger te maken. Dat ze nog meer
in de computer kunnen doen en dat we wat minder papier hebben. Maar dat is nog een onderwerp. Ja? Dus ik kan trots zijn en een grote mond hebben op veel onderwerpen. Ja. Maar op dit punt past ons nog iets meer bescheidenheid. Okay, en des te knapper dan dat je ondanks ICT toch eens wat doet. Okay. Over grote stappen gesproken. Je kunt gewoon doorlopen hoor. Ja. Het is mijn cameraman, Fokker van de Straat. Hij doet niets. Okay. Hij is niet gevaarlijk. Oké. Heel smakelijk. Hij houdt zich in. Over grote stappen gesproken, als we naar de toekomst kijken van het ziekenhuis. Ja. U had in een artikel gezegd van we gaan toch steeds meer met robots werken. Ja. Dan ben ik uit op 70 banen per jaar. Zo stond het in de krant. Ja, de krant, wat in de krant staat is meestal waar. Hoe gaan we trouwens lopen? Ja, zullen we daarheen gaan? Ik vind het prima. Klopt dat niet? Los van elkaar gezien klopt het. De afgelopen jaren hebben we per jaar ongeveer 70 arbeidsplaatsen ingeleverd. We zitten nu rond de 2500 formele FTE's, 4000 medewerkers, 800 vrijwilligers. En dat zal de komende jaren wel minder worden, omdat we moeten korten op het budget. En wij moeten eigenlijk de komende jaren meer doen met minder geld. Dat is de opgave voor ieder ziekenhuis en ook voor ons. Dus die 70 per jaar zal nog wel een paar jaar nog zo doorgaan. En dat kan alleen als je ook slimmer werkt, maar ook gebruik maakt van robotisering. En het voorbeeld van gisteren was dat bijvoorbeeld in een laboratorium heel veel handwerk overgenomen kan worden door een robot die allerlei dingen kan en bepalingen kan doen met een buisje. We hebben een andere afdeling met een soort iPad onder een matras. Die ook maakt dat verpleegkundigen veel sneller en beter kunnen zien hoe het met de patiënt gaat. Dat soort ontwikkelingen zal alleen maar doorgaan. En zal er niet toe leiden dat er meer personeel in het ziekenhuis komt, maar eerder minder. En dat je toch de kwaliteit voor de patiënt overeind houdt. Dus de opgave voor ons wordt vasthouden van de kwaliteit en dat te doen met minder mensen. Ja, maar als je toch kijkt, landelijk ook kijkt, hè? Bijvoorbeeld minister Ascher vorige week met robots die dan toch arbeidsplaatsen gaan innemen. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat ook de toekomst van het ziekenhuis gaat zijn. Ja. En is dat wenselijk? Ja, kijk, ziekenhuis is toch een mensenbedrijf, dus hoe je het ook went of keert, er zullen altijd veel mensen blijven werken in een ziekenhuis. Je wilt de menselijke maat, je wilt aandacht kunnen hebben voor de patiënt en een computer kan niet de aandacht overnemen die een verpleegkundige of een dokter wel heeft. Maar je kunt wel kijken hoe een computer ook dingen kan overnemen. Ik voorzie ook, en er zijn nu ook al proeven mee in het land, dat straks met een nieuwe iPhone, of met iPhones, dat je op afstand via een koppeling van een apparaatje aan je iPhone, dat er heel veel dingen niet meer gecontroleerd hoeven worden in het ziekenhuis, maar dat je dat thuis in je thuissituatie kunt via je iPhone en dat die gekoppeld staat met een computer die in het ziekenhuis staat en dat de dokter in staat is om vanachter zijn werkplek hier al een patiënt te kunnen beoordelen. En dat je misschien met FaceTime dat contact kunt hebben. Dat is een manier waar wij misschien nu nog even aan moeten wennen. Het wordt allemaal anders. Maar dat wordt wel anders. Oké, okay, ik wil nog even, kan het nog Fokko? Oké, en Fokko zegt dit. Nou, we moeten naar een afronding toe. Ja. Februari dit jaar, ja. Het Drechtstedendebat. U was daarbij aanwezig. Ja. En u hield een warm pleidooi voor, laten we nou geen melkenbaan nemen, maar laten we het Albert Schweitzer banen noemen. Ja. Want u wilt die zorgwinst, wilt u dan weer terugstoppen in de zorg. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, kijk. Je kunt als ziekenhuisbestuurder best dat idee opwerpen en de politiek daar warm voor krijgen. Wij hebben daar nog contact over met minister Ascher en we proberen hem ook hier weer naartoe te halen om te kijken of we toch met hem dat handen en voeten kunnen geven. Maar daarvoor heb je de landelijke politiek nodig, de lokale politiek en de verzekeraars en ziekenhuizen. Dat zijn veel partijen, dus dat heb je ook niet van de een op de andere dag voor elkaar. Maar de gedachte is in ieder geval, we zien dat de zorgconsumptie afneemt, dat ziekenhuizen dus minder snel veel meer geld gaan kosten. En mijn pleidooi is dat het niet zomaar in de staatskas vloeit en dat je ondertussen ook ziet dat veel mensen ontslag krijgen. We zien een vergrijzing, dus kun je niet zeggen we gaan het uitsmeren en laat mensen aan het werk, ook jonge mensen aan het werk, omdat we ze straks weer keihard nodig hebben en mogelijk mensen tekort komen. Dus als je zegt hoe staat het daar nou mee? Ik blijf daarop duwen. In het kort. Ik blijf daarop duwen en kijken of er is toch een slag te maken. Absoluut. Oké. Okay. Nog een laatste vraag. Ja. Dat wordt echt mijn laatste vraag. Ja.
Nou gaan ze volgend jaar gaan ze de topsalarissen aanpakken. U behoort tot het, een van de mensen die een topsalaris verdient. Ja. Nou heeft het kabinet gezegd van, nou ja, eigenlijk moet dat maar eens minder. Ze moeten maar eens terug naar die balken en de norm in plaats van die 130%. Ja. Wat is uw reactie hierop? Nou, daarvan heb ik gezegd van, ik begrijp dat wel. Ik vind wel dat zeg maar het runnen van zo'n ziekenhuis, hè, met straks een omzet van meer dan 300 miljoen en waar je verantwoordelijk bent voor 4000 huishoudens en nog 800 vrijwilligers, dat is een zware baan. Dat is een zware verantwoordelijkheid, daar hoort ook een goede beloning bij. Want hebben die mensen op de werkvloer ook. Die hebben precies, ook een zware baan, maar die hebben vaak die beloning niet. Zo is het. Dus de correctie daar naartoe, naar de balken in de norm, daarvan, die kan ik me voorstellen. Nu lijkt er een tweede correctie te komen. En dat speelt op dit moment, dat soort WNT2. En dat gezegd wordt, de balken in de norm is niet genoeg. We gaan terugzakken naar ministersalaris. En dat is nog altijd een flink salaris. Daar is nu veel kritiek op en dat vind ik terecht. Dan kom je toch wel in de sfeer van dat je los van mijn salaris en wat ik moet verdienen, dat hele zware verantwoordelijke functies, dat daar niet meer de beloning tegenover staat als je die vergelijkt met bedrijfsleven of met andere sectoren. Dus die grens die wordt dan wel bereikt en daar ben ik geen voorstander van. En voor het overige voelt voelt u zich dan gepakt? Nou, ik ben niet zo'n type die zich gepakt voelt. Nee. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat dan niet voelt als waardering voor de zwaarte en de verantwoordelijkheid van de functie die je hebt ten opzichte van de zwaarte versus beloning. Die moet wel kloppen. Die moet gewoon kloppen. Die hoeft niet bovenmatig. Maar die moet gewoon kloppen. Maar klopt het voor de mensen op de werkvloer? Nou ja, maar kijk, het is ook wel bijzonder, hè, als je kijkt naar topvoetballers. Hè. Dus ik snap soms de discussie. Exorbitant. Hoe kan het dat we dat gewoon goed vinden? En wij staan in de schaduw van wat er ook in andere sectoren gebeurt. Zegt ervan, kijk eens naar anderen. Ja, daar ja, kijk je naar de voetbalwereld, kan daar niet wat Er zijn veel meer andere werelden en sectoren waar nog een bijstelling kan plaatsvinden. Okay, we kijken nu de hal in van het ziekenhuis. Ja. Wat doet het met u? Ja, ik ben er hartstikke trots op. Het is mooi om hier binnen te komen. En ik gun mensen dat ze hier binnenkomen als gast en als bezoeker. En ik gun niemand om hier binnen te komen als patiënt. Want beter kun je maar geen patiënt van het ziekenhuis zijn. Maar het is wel zo, als je hier in de regio woont en je hebt iets en je moet wel patiënt zijn, kom dan maar hier. En wij doen er alles aan om hier goede medische zorg te geven en ook het verblijf gewoon heel aangenaam te maken. U wilt het nog drukker krijgen, hoor ik. Zo is het. Oké, ik ga u heel erg bedanken voor dit gesprek. En volgend jaar, dan sta ik hier weer. Heel graag. En dan sta ik hier ook graag weer. En op welke plek staat u dan? Ja, in de top 5. En als het aan ons ligt, weer op 1. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. En tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Ik denk zelfs een extra lange aflevering. Ik zie volgens ook knikken met mijn cameraman. Wij zien u graag weer volgende week.